Miljuska Witzenhausen lijkt openlijk te lonken naar de ochtendshow van Q-Music, waar Marike Elsinga momenteel als wie de host is van Matti Valk. In een telegraafpodcast hint Miljuska naar haar interesse in de radio. Na een kortstondig optreden als invaller voor Marike geeft Miljuska aan dat ze het superleuk vond en dat ze zichzelf als een veelzijdige professional ziet, met ervaring in print, video, tv en een eigen website, maar dat radio nog ontbreekt. Hoewel ze benadrukt dat Marike de allerleukste plek heeft en dat ze niet zou zeggen, ik ga daar zitten, lijkt Miljushka wel enthousiast over de mogelijkheid om Marike te vervangen als ze ooit besluit te vertrekken. Ze prijst het team en de dynamiek en benadrukt dat Marike hard heeft gewerkt om haar positie te bereiken. Marike's functie lijkt goed in Miljushka's werkschema te passen, hoewel het wel een toewijding is. Marike heeft eerder aangegeven dat het allemaal lastig is en dat ze moe is, waardoor ze teruggaat naar vier werkdagen per week. Miljushka lijkt echter zelfverzekerd dat ze de uitdaging aan kan, ik denk het wel, ja. Als Matti haar niet benadert, lijkt Miljushka er niet te veel van wakker te liggen, gezien haar drukke bedrijf met enthousiaste medewerkers. Ze benadrukt dat mensen vaak denken dat ze alles alleen doet, maar dat ze juist mooie video's en recepten met haar team creëert. Ze onthult zelfs dat ze dit jaar haar eigen foodfestival gaat organiseren, wat aantoont dat ze diep betrokken is bij diverse projecten.